Ja! Waarschuwing! Deze video bevat mogelijk hele vette Pokémon kaarten. Ik heb namelijk 3 Mystery Packs van Pack Rats gekregen. De Pack Rats Mystery Packs bevatten 1-op-1 4 soorten Shield of Scarlet en Violet Booster Packs, 1-op-10 kans voor een Chase Pack of 1-op-10 kans voor een God Pack. En die God Packs die maken ze zelf. En er zitten minimaal 5 kaarten in met een waarde van 100 euro. Eén zo'n Mystery Pack kost 40 euro. 4 losse pakjes in de winkel kosten 24 euro. Dus het is een risicootje van 16 euro. Dat is prima te doen. Let's go! Ook wel echt vette art op deze packs. Dit is een red carpet pack. En dit is een rockstar pack. Ik heb me laten vertellen dat sommige mensen deze gewoon dicht laten omdat ze de hele collectie willen hebben. Oké, we beginnen met 1 van de 2 rockstar packs. Doe een duimpje omhoog en abonneer. En laat het in de comments weten als jij dit soort mystery packs vet vindt. Wat zit hierin? Oh, het is nog extra gestuurd ook. Je hebt in ieder geval Temporal Forces, Scarlet and Violet Base en Obsidian Flames. Dat zijn wel mooie pakjes. Oh my god, het zou wat zijn als ze nu al een Chase Pack hebben. Wat is dit? Lost Origin van Sword and Shield. Dit is dus een normale pack. Oh, ik begin gewoon met de nieuwste, Temporal Forces. Met een Grass Energy, Snompy, Mudbray, Mincino. Het zou lekker zijn als we in ieder geval gewoon een lekker Illustration Rare hebben of zo. Dan ben ik heel benieuwd naar of we dat gaan pakken. Oh, gelijk de Master Ball Ace Pack kaart. Wel gelijk een hele lekkere pool. Een Ace Pack kaart. En er kan zomaar nog meer in zitten. Oh, de Lickitung Illustration Rare. Wat een sick pakje. Deze heb ik wel al, maar deze kan ik perfect ruilen. Gelijk een dubbel pool hoor. Hoppa. Heerlijk Temporal Forces packie. Mooi begin van deze video. In Obsidian Flames zitten ook hele vette kaarten. Kijk maar even naar deze kaarten. Veel van deze heb ik al, maar de Gloom wil ik nog heel graag. Ja, en het mooie is dat hier dus gewoon ook weer vette pools in kunnen gaan zitten. Met een beetje geluk. Ik heb de Paldean Wooper, Malamar, Grumpig, Paldean Klotsaier hebben we, Reverse Carvanha, Reverse Battle en... Oh, hoppakee! Een Ice Cube EX, gelijk nog een pool uit het volgende pakje. Lijp. Ice Cube is sowieso een leuke Pokémon. En hier dus een Fire-type. 2 pakjes, 3 hits. Oké, Base Pack Scarlet Violet. En kijk even wat hier allemaal in zit. Ook hier heb ik al best wel veel kaarten van. Deze kaart van Penny is heel leuk. Oké, daar gaan we. Base Pack Scarlet en Violet. Dus met al die Scarlet Violet Pokémonnetjes zoals Wigglet. Oh, trainerkaart. Bombardier, ook een erg leuke. Beach Court. Tetsurugi. Reverse, ook een nieuwe Pokémon. Ook een nieuwe Pokémon. Nee, dit is een oude Pokémon. Hele vet. Het shiny trouwens, Go-Goat. En als laatste... Nou, wat gebeurt hier? Alweer een pool? De Oinkoloinkie Full Art. Gekke varken. Holy moly. Ja, dit is wel echt geluk. Je weet natuurlijk nooit of je goede of slechte pakjes in zo'n mystery pack krijgt. Maar ik heb echt veel geluk. En dan de Sword and Shield Lost Origin. Hier heb je dus ook hele vette Trainer Gallery kaarten. Maar ook deze. Zieke Giratina. Oeh, of deze Aerodactyl. Oh, dit pakje voelt ook heel anders aan dan de normale pakjes van die we nu hebben. En natuurlijk hebben we hier de gele randen nog. Die zijn nu allemaal grijs. Oh, dit zijn wel lekkere Pokémon. Licky en Shuppet. Shellos, Hisuian, Growlithe, Ducklet, Rockruff, Reverse Fireplume en een Raichu. Eerste pakje zonder pools. Maar mij hoor je niet klagen. Oké, dan pakken we nu de Red Carpet Mystery Pack. Ah, daar gaan we. Oké, dus het is zo dat je sowieso 3 normale packs krijgt. En eentje zit dan verstopt in zo'n Mystery Pack. Gaan zo kijken wat erin zit. Eerst deze eens uitpakken. Laten we beginnen met het base packje. Eens kijken of de Red Carpet Mystery Pack net zo goed is als de vorige. Want die vorige, die was... echt heel erg lijf. Die was heel sick. We gaan kijken. Quaxwell, Cyclizard, Toadscrew, Reverse Eutropius. Dan hebben we Reverse Nestball. En als laatste Meowscarada. Oké, daar zat dus een keer niet zoveel in. Dan weer naar Obsidian Flames. Oké, deze voel ik wel, jongens. Togedemaru, Grievert, Lechonky, Togepi, Petrol Cap, Blossom. Oh, dat, nou ja, maakt niet uit. De eerste reverse is Bellybolt. De tweede reverse Darumaka. En de laatste, hoppakee, Houndoom EX. Gewoon weer even een EX, joh. En ook wel van een hele coole Pokémon, hoor, dit. Houndoom is wel lijp. Ja, daar ben ik blij mee. En dan nog Sword and Shield Lost Origin opnieuw. En dan moeten we er dus opeens weer 4 naar voren doen met Fantina, Nuzleaf. Toch ook wel leuk om weer kaartjes uit te pakken waarin zo'n geel randje zit, hoor. Moet ik eerlijk toegeven. Ik vind het wel weer leuk.
Clefairy, superleuk kaartje. Kijk hoeveel Clefairy's hier in Mount Moon lopen. Lickitung, een Horsey. We hebben hier natuurlijk maar één reverse. Dat is nu de Beautifly. En als laatst weer de Raichu. Oké. Wel coole Raichu, though. Maar dan, wat zit hierin? Ik heb dus 3 mystery packs ontvangen. Dus eigenlijk heb ik 30% kans op een heel vet retro pakje. Oeh, wat zit hierin? Wat zit hierin? Wat zit hierin? We gaan het zien. Oh, Chilling Rain. Ook wel weer van Sword and Shield. Ik dacht echt even dat ik er één te pakken had. Maar Chilling Rain, ook cool. Eens even kijken of we hier een pool uit kunnen halen. Met Curlia, de Justified Gloves. En de Weeding Gloves, 2 verschillende gloves. Een Golett, een Porygon, een Grookey, een Mareep, een Rockruff. Een Sobble Reverse. Wel een vet Sobble-kaartje hoor, dit. Dat is heel nice. En als laatste hebben we dan... Oeh, de Galarian Zapdos V. Oeh, deze is wel dope hoor. Gekke landvogel is dit geworden. Kijk dan. Oh, ik vind deze wel echt heel mooi. Ik vind het een van de mooiere V-kaarten die ik tot nu toe gezien heb. Zapdos vond ik cool en Galarian Zapdos vind ik ook heel nice. Lekker man, best veel pools. Oké, daar gaan we. 3rd mystery pack. En ook deze gaat natuurlijk gewoon open. Oeh, en nu heb ik sowieso 2 Sword and Shield pakjes. Astral Radiance en Silver Tempest. En dan nog Paldea Evolved erbij. Daar gaan we mee beginnen. Kom maar op met die Illustration Rares. Let's go. Mischief, Wingull, Pineco, Meryl, Palmo, Gotharita, Onchcrow, een Delivery Drone Reverse, een Sandygast Reverse en een Palmot. Ga snel door met Silver Tempest. En daar kan dit allemaal in zitten. Oh, deze Lugia kaart. Die wil je hebben. Ah, deze Lugia kaart vind ik ook prima hoor. Die is ook hartstikke mooi. Kom maar op met die Lugia. We hebben er weer 4 naar voren gedaan. We beginnen met Energies en met een leuke Torracat. Een Dragonair, Fletchling, Chimecho, Feebas, Fennekin, Spinarakki, Reverse, Regenerative Energy. En wat hebben we dan als laatste? Hebben we dan de Lugia? Nou, niet bepaald. Wel een beetje dezelfde kleur, maar dat is dan ook alles. En dan Astral Radiance. Eens even kijken hoor, wat hebben we hier allemaal? Ook weer die vette Zapdos en Moltres. Ja, deze kaart heb ik al. Oeh, die Starmie vind ik leuk. Vet veel rainbows, gek. Oké, laten we gaan kijken. We beginnen met de Electric Energy. En ik zie, dit ziet er anders uit dan normaal. Hier zit ook wat rood-wit-blauw. Dat is een lijp energy kaartje. Nou ja, Bronzong, D-Wood, Jan Mega, Cyndaquil, Palniard, Hisuian Growlithe, Hisuian Voltorb, Rufflet en Palniard Reverse en een Regirocky. Helaas. Maar we hebben nog 1 mysterieus pakje. En zal dit dan een Chase Pack of een Gold Pack zijn? Sowieso nog een keer een shout-out naar Pack Rats. Check zeker de website als je ook geïnteresseerd bent in dit soort vette mystery packs. En daar gaan we dan. Ik durf bijna niet te kijken, jongens. Ik durf bijna niet te kijken. Wat heb ik? Oh, wacht even. Dit ziet er wel oud uit. Wat is dit? Oeh, Black and White Plasma Freeze. We hebben een Chase Pack op het laatst hoor. Ja, we hebben er één. En wat ik hier dus zo cool aan vind, is dat ik deze set zelf nooit gespaard heb. Wacht even, de meest waardevolle is gewoon een Garchomp. Kijk hoeveel waardevolle kaarten hierin zitten. Oké, jongens, oké. We hebben sowieso een Nidoran. Oh, dit zag er ook veel vetter uit toen. Dus 3 kaarten naar voren. Wow, oké. Dit is niet gelijk de pool, hoop ik. Maar deze Flareon is in grade 9 al €35 waard. In PSA 10, €80. Wow. Oké, spannend. Wat hebben we allemaal? Pelpitoad. Ah, zo leuk om zo'n vintage packje open te maken. Oh, wat hebben we hierin, jongens? Wat hebben we hierin? Oeh, wat? Deze Dragonair is ook vet. In PSA 9, €20. En in PSA 10, €50. Oh, dit is volgens mij echt een heel goed pakje al. Deze Nidoran, die hebben we net gezien. Dan hebben we... Oeh, Grimer. Wat een vette art. Want dit is zo leuk om zo'n pakje open te maken. Ik ben helemaal hyped. Ik ben ook gewoon oprecht een beetje aan het trillen. We hebben ook een Rattata. Dit zal niet zo gek veel waard zijn, deze basic Pokémon. Maar ik vind ze wel heel erg leuk. Allemaal paarse Pokémon. Pokémon trouwens. We hebben hier Yamask. Volgens mij heb ik hierna nog 3 kaarten, jongens. Of is dit de reverse? Wat is dit? De Frozen City. Dit is €15 waard op grade 9 en €40 op grade 10. Oké. Volgens mij hebben we hier het laatste kaartje. Wat hebben we als laatste kaartje? Oh, dat is jammer. €15 op 9, €40 op 10. Maar ik heb wel deze hele dikke Flareon en daar ben ik onwijs blij mee. En verder hadden we qua pools natuurlijk deze Zapdos. Een hele mooie Houndoom EX. Oinkalonky Full Art. Een Ice Cube EX. En we begonnen gelijk met deze zieke double pool. Laat even een duimpje achter. Abonneer als je van Nintendo en Pokémon houdt. En laat me weten wat jij de vetste pool vond. Mazzel!